Velen van jullie zullen waarschijnlijk niet weten dat het mogelijk is om deze bladerblokken te krijgen in Minecraft. Maar je kan deze blokken eigenlijk zeer simpel krijgen in Survival, dus dat ga ik jullie vandaag uitleggen. Om deze bladerblokken te krijgen heb je maar één item nodig, en dat is de schaar. Maar geen probleem, want als je niet weet hoe je de schaar kan krijgen, zal ik jou dat vandaag ook uitleggen. Om de schaar te maken heb je twee ijzeren ingots nodig. Als je deze twee ijzer ingids hebt, dan open je de crafting grid. Dit mag gewoon de 2x2 crafting grid zijn. En dan plaats je links van onder in je crafting grid één iron ingot. Ook eentje rechts van boven, en zo krijg je dus een schaar. Wat dan de bladeren betreft, hiervoor wil je de schaar in je hand nemen. Dan wil je naar de bladeren van de bomen kijken en wil je deze gewoon hakken met de schaar. En zoals je nu zal zien, zal je nu de bladeren krijgen in je inventaris. Oké, okay mensen, dat was het voor deze video. Vond je hem leuk? Geef hem zeker een like, abonneer op mijn kanaal en klik de video rechts, want daar leek uit hoe je gras kan krijgen. En nee, mensen, niet zomaar de deurtgrasblokken, maar echt letterlijk het gras waar ik nu naar aan het kijken ben, dat kan je krijgen in Survival. Dag hè!